Sinterklaas associeer je natuurlijk met snoepgoed en strooigoed. Hier laten we zien hoe je pepernoten zelf kunt maken. Daarvoor zeef je eerst de bloem, doe je snufje zout bij, speculaaskruiden, anijspoeder, bakpoeder. Dat meng je goed door elkaar heen. Vervolgens voeg je daar de siroop aan toe. Je kunt bij de ingrediënten kijken hoeveel je exact nodig hebt. Dan kneed je tot één samenhangend deeg. Vervolgens verwarm je de oven op 160 graden. En vervolgens kun je het uitrollen tot een dikke plak en je verdeel je het in gelijke hoeveelheden. Dat hoeft niet. Je kunt er ook gewoon eerst balletjes van draaien en dan tussen duim en wijsvinger daar dobbelstenen van maken. Nou, die pepernoten die leg je dan op een siliconen matje. En die bak je vervolgens op 160 graden af gedurende 15 minuten.